Ja, wij vinden het erg leuk dat we genomineerd zijn voor de Best for Scriptie Award. We hebben er erg veel tijd en energie in gestoken en vinden het erg leuk dat we op deze manier een soort van erkenning krijgen. En we hopen natuurlijk te winnen. Zeker. We hebben onderzoek gedaan naar het whitening effect van koolstoftandpasta. Hiervoor hebben we drie verschillende soorten tandpasta's gebruikt. Een whitening tandpasta onder andere en een koolstoftandpasta. En we hebben gekeken of dat er sprake is van een opgetreden kleurverschil tussen de drie tandpasta's. We hebben deze gemeten en onderling met elkaar vergeleken. Het resultaat van ons onderzoek toont aan dat er een significant verschil is tussen de tandpasta met koolstof en de tandpasta zonder whitening component, maar dat er geen significant verschil is tussen de tandpasta met koolstof en de tandpasta met whitening component. Het is belangrijk dat mondzorgverleners beschikken over een brede kennis met betrekking tot de effectiviteit van verschillende whitening producten, waaronder koolstoftandpasta. En de resultaten van het onderzoek dragen bij aan nieuwe kennis voor de mondzorgverleners. En het is ook belangrijk dat in de toekomst meer onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van whitening tandpasta. In deze tijd besteden mensen veel meer aandacht aan hun uiterlijk, maar ook aan het hebben van witte tanden. En wij hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende soorten whitening tandpasta, zodat de mondzorgverlener en de patiënt weten welke tandpasta effectief is. Dus stem op ons!